Hallo, we zijn hier nu in Sola. We hebben net een eucharistieviering gehad. En we gaan zo in procesje lopen. Dat is helemaal nieuw voor mij. En hiernaast mij staat Aletta. Hoi Aletta. Hoi. Nou, wat vond je van de eucharistieviering? Ik vond het mooi, omdat we nu eigenlijk voor het eerst, zover ik het weet, hebben een viering in het Spaans ook gehad. Dus het voelde echt dat ik bij hun te gast ben bij een viering in plaats van dat zij met ons meedoen met de Nederlandse viering. Ah. Dat vond ik heel fijn aan deze viering. Hartstikke leuk. Ja, ja. Het was natuurlijk in buitenlucht, het was hartstikke warm. Ja. Het wordt steeds warmer nu en we moeten nog in dat de processie lopen. Ja. Hi. Waar lopen we daar naartoe? We lopen nu naar de lunchgelegenheid toe. Wat ga je eten, Mario? Ik weet het niet. Gaan we nu kijken. En wat denk je dat erin zit? Kip. Altijd kip? Met rijst, hè? Met rijst, lekker. Wat heb je al eens vaker een procesje gelopen? Eigenlijk niet heel vaak. In Nederland doen we niet heel veel processies eigenlijk, hè? Nee, vooral in Noorden niet. Wij gaan nu snel ook eens klaarmaken en dan gaan we het procesje lopen. Voor iedereen Santiago en anderen die minder ernstig zijn. Het is bijzonder eigenlijk dat we zo worden behandeld, bijna moeilijk om te accepteren dat ze zoveel uit de kast trekken voor een nobele Nederlander. Ja. We zien het maar als een teken van oprechte gastvrijheid en dat ze niks aan het toeval willen overlaten om ons een geweldige week hier te geven. Ja.